De agent die Jurgen W. op 25 november op Albina op gewelddadige manier heeft aangehouden, is buiten functie gesteld door korpschef Brian Isaaks. Dit bevestigt politiewoordvoerder Milton Kensmil in een gesprek met de redactie. De functionaris stelt dat er noodzakelijk is ingegrepen in de spraakmakende zaak. Ja, en het navolgende dat we hierover kunnen zijn is dat er inderdaad betrokkenen door de korpschef de functie is gesteld vanwege het optreden van betrokkenen. Heeft daarmee, hoe groot zijn enthousiasme ook mag zijn, ja, heeft hij die politieorganisatie enigszins te kijk gezet. Dus er is noodzakelijk ingegrepen. En betrokkenen die moeten pas op de plaats maken. Kijk, we kunnen het zien als een waarschuwing. Maar in feite, hoe politici in die richting te denken. Politieambtenaren moeten weten, dus dat we dienstbaar moeten zijn naar die samenleving. En wie zich vergalopeert, die zal moeten instaan voor de consequenties. Het moment dat je buiten de regels om optreedt, zijn er consequenties voor jou. Kensmil geeft aan dat de agent in kwestie alle politieattributen moest inleveren bij zijn buitenfunctiestelling. De politieman zal op korpsrapport moeten verschijnen om zich te verantwoorden.